Perszaal, check. Camera's, check. Presentatoren, check. En om er zeker van te zijn dat ook de vragenstellers er helemaal klaar voor zijn, mogen ze kort voor de persconferentie nog even relaxen. Ja, heel vet. Een leuke ervaring en ik heb er heel veel zin in. Ja, dit is natuurlijk wel iets groots, dus je kan wel zenuwen hebben, maar het valt wel mee. Er zijn 8 van de 17 miljoen mensen en dan ben jij er wel één van. Dat vind ik heel bijzonder. Het is wel heel cool om mee te maken. Een vraag stellen aan Mark Rutte of Hugo de Jonge, dat doe je niet elke dag. Daarom heeft iedereen goed over zijn of haar vragen nagedacht. Heeft u al plannen om de achterstand te verminderen? Ik mocht er 2 stellen, dus ik had er wel 10 al ongeveer, maar ik mocht er dus 2 daarvan afpakken. Die volwassen mensen hebben ook moeilijke woorden in hun vragen en de kinderen maken het meer in hun eigen woorden. Normaal zitten hier natuurlijk hele serieuze journalisten met moeilijke vragen. En nu zitten hier 8 leuke kinderen. Dus ik denk dat de sfeer heel erg leuk en goed zal zijn. Maar ja, dat wil niet zeggen dat we geen kritische vragen gaan stellen. Hallo dan. Kort voor de persconferentie komen ook Mark Rutte en Hugo de Jonge alvast kennis maken. Vinden jullie het ook een beetje spannend? Ja, ik vind het ook spannend hoor. En met al die kritische vragen worden de teksten tot op het laatste moment doorgenomen. Kom maar hier staan hoor. Spanning of niet, het gaat toch echt beginnen. We gaan ze erbij halen. De minister-president Mark Rutte, coronaminister Hugo de Jonge. Meer dan 30 minuten lang beantwoorden de politici zoveel mogelijk vragen. En een keer met Jaap van Dissel. Nou, helemaal aan het begin mochten we geen handen meer schudden. Ik wou net zeggen. Dus ik hou hier een hele toespraak. Stop met handen schudden en ik sluit af met zijn hand schudden. Komen jullie er ook bij? En als iedereen uiteindelijk op de groepsfoto staat, is de persconferentie helemaal klaar. Tijd om na te praten. Het was ontzettend mooi om te doen. Omdat je gewoon weet dat al die coronamaatregelen natuurlijk ook zulke effecten op kinderen hebben. Joh. En vergeleken met de gewone persconferenties? Beter. Veel beter. Nee, het zijn eigenlijk vergelijkbare vragen. Kinderen zitten natuurlijk gewoon met begrijpelijke vragen. Van wordt er wel op mij gelet? Het is moeilijker, want de vragen zijn heel direct. En we hadden weinig tijd. Het was ongeveer een half uur voor ingeruimd. Dus je moest ook echt nog korter antwoorden. En ook de meeste vragenstellers zijn blij met de gegeven antwoorden. Ik vond dat ze duidelijk antwoord gaven. Goed in de zaal keken. En het leek helemaal niet alsof ze zenuwachtig waren. Bij sommige mensen was het ook gewoon of heel kort of een beetje onduidelijk. Nog steeds niet helemaal in kindertaal. Maar na een spannende avond zijn de politici en de kinderen het over één ding allemaal eens. Dit moeten we vaker doen. Na de echte persconferentie dat er nog een kinderpersconferentie aankomt. Als mensen zeggen dat dit was goed om te doen, wij vonden het heel nuttig. Dan moeten we het gewoon vaker doen.